Je ziet toch wat gespannen gezichten bij de jonge renners van de U13. Iedereen wil natuurlijk zijn uiterste best doen bij de eerste editie van de kleine prijs Ilio Keijse. Het is de profielrenner zelf die ook het startschot mag geven. En dat blijkt niet zo evident te zijn. Succes! Veel fietsplezier! Wedstrijden voor de jeugd zijn zo'n beetje aan het uitbloeien. Je ziet dat minder en minder. En maar ik vond dat Destelbergen zoiets wel kon gebruiken. Dus vandaar dat het comité eigenlijk dat initiatief genomen heeft. Het is eigenlijk Destelbergen koers, maar ze hebben er mijn naam een beetje aan hangen dit jaar. Dus dat is wel leuk. Normaal moet je daar eerst voor sterven voor zoiets te mogen meemaken. Allee, dat kun je niet meer meemaken natuurlijk. Maar nee, het is wel een leuk initiatief. En in eigen gemeente. En zo voor jonge rennertjes. Het is wel leuk dat mijn naam draagt. De jonge renners rijden 11 rondjes van 1,7 kilometer lang. Keijse reed zijn eerste aspirantenkoers op zijn 13e. Hij weet dus als geen ander hoe belangrijk het is om al op jonge leeftijd ervaring op te doen. Hij hoopt vooral dat de renners genieten. Bah, het gaat allemaal om training natuurlijk. Hè. Dus, maar je moet ook je amuseren, zeker op deze leeftijd. Dus je moet gewoon een gezonde mix vinden tussen trainen en veel plezier eraan hebben. En dan komt eigenlijk alles vanzelf. Als ze nu al echt professioneel er zouden mee bezig zijn, dan dat is het nog veel te vroeg. Dan kan je niet meer verbeteren op latere leeftijd. Maar er zijn ook dingen natuurlijk die je beter laat als jonge sporter. Niet enkel als wielrenner, maar gewoon als sporter. Dat is wel belangrijk dat je daar stilletjes aan, beetje bij beetje mee bezig bent. We hopen hier een nieuwe Van Aert en een nieuwe Keijs en een nieuwe Evenepoel te vinden. Dus wie weet, zij rijdt er misschien tussen. Het is ervaring voor de jongens, het is nog speels. En ze kunnen raad vragen aan Ilio als het moet ook, dus alles kan hier. De eerste editie van de kleine prijs Ilio Keijse is met 110 deelnemers goed begonnen. De organisatie droomt nu al van meer. Zeker een traditie in ere, dat willen we doen. We willen ieder jaar zeker de aspirantjes blijven steunen. En de volgende keer misschien een hogere categorie erbij, misschien een juno, misschien 2 dagen koers. En we willen uitgroeien als we, ja, zoals ik zei, naar een evenement dat, ja, misschien even goed ingericht is als in Heusden koers.